Afgelopen zaterdag vond in Bergendal het racefiets-evenement Oude Holle 40 plaats. Tientallen racefietsers reden hierbij voor het goede doel. De Oude Holle 40 is een fietsevenement dat vandaag hier plaatsvindt om geld te genereren voor één goed doel. En dit jaar is dat het goede doel Stichting Make-A-Wish. En de Stichting Make-A-Wish vervult de allerliefste wens voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Make-A-Wish vervult zo'n 550 liefste wensen per jaar. Graag willen ze daarin groeien, want er zijn zo'n kleine 1000 kinderen die per jaar te horen krijgen dat ze een levensbedreigende ziekte hebben. En het doel van het werk van Make-A-Wish is om de kinderen in het ziekteproces kracht te geven om sterk te zijn, om de behandelingen aan te kunnen, om zichzelf een boost te kunnen geven in de periode dat ze het eigenlijk heel erg zwaar hebben. De dagindeling voor zo'n evenement is vrij eenvoudig. Wat er gebeurt is, wij starten allemaal tegelijk om 8:00 AM. Dan rijden we de rondjes hier op het parcours van 4 kilometer lang. En iedereen, het is geen wedstrijd. Dus iedereen kan streven naar zijn eigen maximale prestatie van de dag. Hier op het terrein is de post voor eten en drinken. Er is een bar, er is muziek. En elke keer, iedereen kan er zoveel mogelijk of zoveel gebruik van maken als hij wil. En aan het einde van de dag kijken we hoeveel beklimmingen iedereen heeft gedaan. En dan kunnen we ook de totaalopbrengst bekendmaken. Want elke fietser die achter mij voorbij komt, die wordt per rondje gesponsord. Om die wensen te kunnen vervullen hebben wij natuurlijk sponsoren nodig. En zo'n evenement als dit is daar fantastisch voor. En het is helemaal fantastisch omdat het zo'n sportief evenement is. En dat elke fietser zich laat sponsoren om daarmee een droom van een kind te kunnen verwezenlijken en te helpen de ziekte beter te kunnen bestrijden. We hebben een rondje van 4 kilometer en in het rondje van 4 kilometer zit de beklimming van de Oude Holleweg hierachter. En dat is een klim van 800 meter met een behoorlijk pittig stijgingspercentage. En om daar 40 keer op te komen moet je echt wel goed getraind zijn en een behoorlijk uithoudingsvermogen hebben, mentaal en ook fysiek. Ik zit zelf nu op 31, ik moet er nog 9. Ik heb daar denk ik nog 2 uur voor nodig.